een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Geen duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren. Dan zit ik in de auto, heb ik net boodschapjes gedaan. We hebben vanmorgen eerst onze konijn Willy naar de dierenarts gebracht. Nee. Billetje. Die wordt vandaag gecastreerd, zodat hij samen bij onze meisjeskonijnen kan, zonder dat de baby's komen. Dan heb ik kinderen naar school gebracht, net boodschappen gedaan, rijd nu naar huis met mijn boodschapjes. En dan ga ik thuis weer verder. Dus kijk vandaag zelf wat mee. Oké, ik ben ondertussen heel druk thuis geweest met van alles en nog wat, wat ik nog even niet aan jullie kan laten zien helaas. Dat heeft met de feestdagen natuurlijk te maken. Ik ga zo de kindjes alweer ophalen, maar ik zit eventjes op de bank. Al jullie reacties te lezen. Ik probeer op zoveel mogelijk te reageren, zover dat kan. Mag ik jullie even super bedanken voor de super lieve reacties die we onder de video's krijgen. Echt heel lief. Dat waardeer ik echt. Echt heel lief van jullie. Dank jullie wel, jongen. Echt heel lief. Ik waardeer het echt. Super lieve reactie heb ik van jullie gehad. Super bedankt. Ik heb nu alweer de kindjes ophalen van school. Ze hebben even pauze. Het is 12 uur. Ze hebben van 12 tot 1 pauze. Dan om 1 uur moeten ze weer terug. Dus even kijken of we zo gaan lunchen met z'n allen. Met z'n drietjes. En dan lunchen. En daarna moeten ze weer naar school. Zo, we hebben net geluncht. We moeten nog even schoonmaken. De tafel. Maar toen de kindjes thuis kwamen, waren er... Wat was er? Dus ik denk toen ik jullie ging ophalen. Toen de kerstman is langs geweest. Dus er liggen al een paar cadeautjes, jongens, onder onze kerstboom. Oh, ze moet je nog wachten ook weer. Ja, misschien komen er wel nog meer cadeautjes. Dat is super leuk. Dus die was blijkbaar langs geweest, de kerstman. Even opruimen. En dan moeten de kinderen over 10 minuten alweer naar school lopen. Huh? Ja. Zo, dan heb ik net de kinderen uitgezwaaid. Die gaan voor de allereerste keer alleen naar hun nieuwe school te lopen. Ik kon niet mee, want er komt een pakketje binnen nu en 10 minuten. Dus ik weet zeker als ik daar op het schoolplein sta dat hij dan aanbelt. Dus vandaar dat ik even niet mee kan lopen. Maar dat kunnen ze echt heel goed. Die school kan je zien vanaf mijn voordeur. Dus dat is heel fijn. Kan ik verder gaan opruimen. Verder met de honden gaan uitlaten. En dan hopelijk komt een pakketje zo. Yes, was ik natuurlijk net boven. Ging de bel. Het pakketje is er, maar het is gewoon van de wifi. We hebben nog geen wifi in het nieuwe huis, jongens. Alleen hij is per ongeluk opengegaan, sorry. Dat is niet de bedoeling, hè? Maar oké. Maar voor mij moeten we nog een week. Maar nog een week wachten voordat ik hem kan installeren. Maar het is in ieder geval binnen. Dus daar ben ik al blij mee. Onze wifi. Super. Maar het is wel goed dat ik dus niet de kinderen naar school heb gebracht. Anders had ik hem nu echt gemist. Was ik nu nog niet terug. Want was ik nu op de terugweg, dus dan had ik hem mooi gemist. Het is goed dat ik thuis was gebleven. Dan ga ik weer naar boven. De meneer die de lampen zou komen ophangen, die komt vandaag, vanavond, de lampen ophangen. Ik heb nog steeds geen lampen overal, als jullie kunnen zien. Als ik over de lampen klaarleg, dat ik weet welke lamp ik waar wil. Dit zijn gewoon van die plaklampen die ik zelf heb gedaan. Dus dat kan ik wel, maar echt installeren, dat kan ik niet. Dus hier was ik even boven aan het pakken, zodat ik weet welke lampen waar moeten. En dan belde hij aan. Dus ik ga weer verder, jongens. Ik zit geen minuut stil, hè? Dat merken jullie wel. Jeetje. Dus ik word net gebeld door de dierenarts. Hardkop als konijn Billy is. Zegt ze nog, ja, de operatie is goed gegaan. Hij is gecastreerd. En hij krijgt dan een prik om weer wakker te worden. Want de konijnen mogen niet rustig uitslapen of zo. Ze moeten gelijk een prik zodat ze gelijk wakker worden. Maar hij wil niet wakker worden. Het is echt te hard, klopt wel. En hij krijgt gewoon lucht. Maar het lijkt alsof ze niet wakker wilt worden. Ik vind velen van jullie denken, oh, het is maar een konijn. Maar ik vroeg het vanmorgen nog toen ik hem bracht.
van, de kans is maar heel klein toch dat hij niet meer wakker wordt. Zei ze, ja joh, dat gebeurt bijna nooit. En ik vroeg het nog, want ik dacht wel, shit, het is wel echt mijn konijn. Dan zal ik het nooit laten doen, dan had ik hem gewoon... Het is een advies van de dierenarts dat ze zei, laat hem castreren, want dan kunnen de meisjes konijntjes bij hem. Dat vindt hij veel leuker. Dan denk ik, had ik het maar nooit laten doen. Want ik kan me nooit laten castreren voor mijn meisjeskonijnen. Maar ze gaat hem nu nog daar houden dus. Ze zegt, maak je niet te druk, we doen ons best. En anders krijgt hij extra medicatie. Ze gaan hun best doen, want hij krijgt gewoon nog lucht. En hij ademt gewoon. En zijn hart klopt gewoon, maar hij blijft in slaap of zo. Ik vroeg het er nog toen ik hem afgaf, of ik af, ja, toen ik hem daarheen bracht, van hey, hoe zit dat? Ik zei, nee joh. Ik weet echt niet wat ik moet doen, ik weet het echt niet. Nou jongens, we zijn nu 5 minuten later. Ik moet kindjes gaan ophalen. Ik heb trouwens een nieuwe jas, maar dat maakt helemaal niet meer uit nu, hè. Moet dat... Mijn nieuwe jas. Extra lange jas, lekker warm, dacht ik. Dan ga ik nu de kindjes ophalen. Ik ga nog niks aan de kindjes vertellen, denk ik. Denk ik niet, want... Ja. Het is niet dat ze zei van, hé, hij is dood en je krijgt hem niet meer, dus... Ik wil ze natuurlijk ook niet laten schrikken. Ze weet het ook allemaal even niet zo goed. Ik ben ook eventjes niks zeggen en even afwachten tot de dokter weer belt. Ik weet het allemaal niet, jongens. Ik ga lopen. Voor de kindjes. We hebben Billy mogen ophalen. Hij staat nog bij de dierarts voor de deur. We hebben hem net opgehaald. En hij ziet er echt heel zielig uit. Ze gaan heel snel naar huis rijden, lekker met hem knuffelen. En dan komt die man van de lampen, die staat ook al voor de deur. Ze moet echt snel naar huis eigenlijk. Oké, even een update jongens. Billy, ons konijn, is gewoon weer thuis. Werd gebeld dat plots opeens heel goed met hem ging. Ze hebben hem laten lopen bij hun ruimte, zeiden ze. En dat hij dat gewoon goed deed. Hij had daar gepoept, had daar gegeten. Dus hij mocht naar huis. Ik moet hem wel goed in de gaten houden natuurlijk hier thuis. Maar hij lijkt voor ons gewoon weer de oude. Dus ik hoop dat de nacht ook goed gaat. Daar moeten we natuurlijk nog even doorheen, even door de nacht. Maar het lijkt goed te gaan. De meneer zou lampen komen ophangen. Dat is allemaal helaas niet gelukt. Hij had al zijn materialen niet bij zich die hij bij zich moest hebben. Dus hij komt morgen terug. Hij is zelfs nog eens hier 2 uurtjes geweest om het alles te proberen en te doen. Maar het is allemaal niet gelukt. Dus morgen komt hij het weer proberen. Helaas jongens, het is niet een hele fijne goede dag had ik vandaag. Morgen heb ik weer een betere dag jongens. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Hier beneden abonneren en zie ik je morgen bij een betere dag. Tot morgen.